Ivo, ik ben nog schor van het juichen naar de 3-3. Jij ook? Ja, schor niet helemaal, maar ik heb inderdaad wel gejuicht. Zeker weten. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Want het was natuurlijk een knotsgekke wedstrijd. Ja, ik denk dat het publiek de grote winnaar is uiteindelijk. Ik denk dat wij, hoe we beleven, je komt heel mooi en heel goed eigenlijk 2-0 voor. En dan sluipt er toch weer iets in de ploeg wat we wel vaker dit seizoen hebben gehad. En helaas komen Katwijk zelfs tot de voorsprong uiteindelijk. En maken wij uiteindelijk dan in de 94 minuten, of zoals Katwijk zegt, 98 minuten gelijk. Verwijt het jij de eigen verdediging dat je zo toch 3 goals weggeeft? Nou ja, ik denk als je echt weer naar de goals kijkt, denk dat het nog ineens echt alleen puur op de verdedigers is. En dat is al vaker dit seizoen geweest. Dat we gewoon bepaalde momenten letten we niet op. Ik denk dat er uit dode spelsituaties vaker goals tegenkomen. En echt tijdens de wedstrijd valt dat wel mee en geven we eigenlijk heel weinig kansen weg. Alleen uiteindelijk krijg je er toch weer 3 tegen. En dan is het heel logisch om te zeggen, ja, de verdediging is niet sterk of niet goed genoeg met de keeper daarbij natuurlijk. En dat is uiteraard zonde. Het was natuurlijk volkomen onnodig om die 2-0 weg te geven. Wat is jouw verklaring dat het toch zo ver is gekomen? Ja, dat is altijd moeilijk. Ik denk dat niemand wil dat. Dus dat staat voorop. Alleen je komt 2-0 voor en dan is de gedachte misschien bij sommigen, we gaan zo door. Alleen 45 minuten vol druk zetten, dat kan niet. En ik denk dat daardoor het veld te groot werd. De linies kwamen te ver uit elkaar staan. En daardoor kon Katwijk iets meer in hun spel komen en wonnen ze uiteindelijk dan soms wel de tweede bal. Terwijl ze dat eigenlijk de eerste 25 minuten, misschien 30 minuten zelfs, niet deden. Want toen vond ik onze heer en meester. Met welke opdracht gingen jullie de tweede helft in? Want eigenlijk begon je weer helemaal opnieuw. Ja, inderdaad. En we wilden ook beginnen zoals we de wedstrijd begonnen. En ik denk dat we dat ook hebben geprobeerd. Alleen, uiteindelijk gaat dat niet meer zo. Je krijgt toch een klein dreuntje en ik denk dat het toch wel meespeelt. Nou ja, ik denk dat nogmaals uiteindelijk met een gelijkspel dan tevreden kunnen zijn. Vorig jaar speelde jij bij Katwijk. Is het nu zo dat je maanden van deze wedstrijd droomt en naar deze wedstrijd uitkijkt? Dat heb ik persoonlijk niet echt, als ik heel eerlijk ben. Maar uiteraard is het een hele leuke wedstrijd. En nogmaals, ik heb een heel mooi jaar gehad bij Katwijk. En sommige spelers spreek ik ook nog af en toe en daar kan je het goed mee vinden. En ze hebben ook een mooi publiek. Ondanks dat ik dan nu bij Rijnsburg speel, vind ik toch wel dat ik dat mag aangeven. Want ik denk wel dat zij een mooie 12e man hebben. En die heeft ons vorig jaar zeker ook een paar keer goed geholpen. Ben jij momenteel de meest succesvolle speler in de topklasse? Dat zou ik niet weten. Dan moet je echt de archieven in, denk ik. Maar je weet wat ik bedoel, hè? Ja, nee, ik heb inderdaad wel kampioenschappen meegemaakt. Maar volgens mij, Kevin Winter heeft er ook een aantal gewonnen. Niet in de topklasse. Dat is misschien anders, dat klopt. Maar uiteindelijk, je doet het met z'n allen. En gelukkig heb ik bij mijn mooie clubs mogen spelen. En heb ik voor het kampioenschap mogen meespelen. En ik heb inderdaad dan in de topklasse 2 keer gewonnen. Ja, iedereen denkt natuurlijk, Ivo die gaat de 3 volmaken 2 jaar geleden. Kampioen bij Smakenburg, vorig jaar kampioen bij Katwijk en dan nu de 3e bij Rijnsburg, of niet? Dat was ook mijn idee, maar het verloopt toch iets stroever dan verwacht. En je kan het allemaal een reden geven. En ik denk dat we inderdaad heel veel nieuwe spelers hebben en dat er wat dingen veranderd zijn. En eigenlijk zie je pas de laatste paar wedstrijden dat er een elftal staat, in ieder geval de basis. En dat bedoel ik ook niet qua spelers, maar meer gewoon vanuit de formatie. En ik denk dat... we hebben er ook 2 gewonnen, 2 gelijk gespeeld. Dus dat is een positieve lijn naar voren. En die moeten we blijven inzetten. Even over jouw rol. Vorige week speelde jij op middenveld. En de andere week en vandaag ook centraal achterin. Wat valt jou beter? Ja, ik ben geen pure verdediger, dus ik ben wel iets meer een voetballer. Dus uiteraard hoop je, als je achterin staat, dat je met een inschuivende verdediger, om het zo te zeggen, te spelen. Of op 6. En zoals wij het begin van het seizoen speelden, was het vaker 4 man op lijn. Dus dat ambieer ik minder. Maar als zou die mij linksback of rechtsbuiten zetten, dat maakt mij ook niet uit. Ik wil gewoon altijd voetballen en dat zit in mij. Ten slotte, is al tegen jou gezegd dat jij nooit meer bij Rijnsburg mag vertrekken? Want het jaar nadat jij Spakenburg verloor, ging het heel slecht. Dit jaar verlaat jij Katwijk. En nu gaat het met Katwijk heel slecht. Jij moet hier gewoon blijven. Ja, dat zou een mooie gedachte zijn. Maar we gaan het zien. Je weet het niet. In het voetbal loopt het altijd raar. En
ik denk eerlijk gezegd dat ik dichter bij huis ga, omdat ik vader ben geworden. En, wanneer dan? Die is nu, hij is al 8 maanden hoor, dus dat is al een tijd geleden. Maar ja, je merkt toch dat je, ik werk ernaast. Of ik werk en ik voetbal daarnaast, laat ik het zo zeggen. Dus dat, ja, dat neemt een hoop tijd in beslag. En, dus het zou goed kunnen zijn dat ik een stapje terug doe. Wanneer ga je dat besluit nemen? Nou, dat weet ik nog niet. Dat zien we wel in het nieuwe jaar. We hebben daar alle tijd voor. En ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen om dit jaar te slagen bij Rijnsburg. Want daarvoor ben ik hierheen gekomen.